Lenti, wat we nu gaan doen, dat moet je heel goed onthouden. Dat is om jou beter te leren kennen. Okay. Niet om jou belachelijk te maken. Dat is goed. Echt niet. Het lijkt misschien zo, maar het is niet zo. We gaan de dilemma maken. Doen. Met elke gast komt om jou beter te leren. Dus we gaan zo meteen de Macarena zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Oké, dat is goed. Moeten we de Macarena nog eens even oefenen? Of gaat het lukken? Het gaat lukken. Ja. Oké, goed. Ik ga meedoen met jou. Dat is heel goed. Goed. Ja. Dan gaan we gewoon aftellen en dan gaan we er daarna voor, hè. 3, 2, 1, start. Oké, dan gaan we. Geneeskunde studeren of Miss België zijn? Miss België. Oké, zelf koken of op restaurant gaan? Op restaurant gaan. Jazz of ballet? Ballet. Bali of Hawaii bezoeken? Bali. Waarom? Ik ben er al geweest. Dus in Hawaii nog nooit? Nee, Hawaii nog dan zou ik eerder zeggen Hawaii bezoeken. Ja, maar Bali was fantastisch. Oké, nooit meer internet of nooit meer je smartphone gebruiken? Nooit meer internet. Geen eten of geen drinken? Dat vind ik wel moeilijk. Geen eten. Oké, ja, om te overleven. De tijd kunnen stoppen of kunnen vliegen? De tijd stoppen. Geen tong of geen tanden hebben? Geen tong? Ja, altijd rondlopen met natte sokken of een steentje in je schoen? Steentje in de schoenen, alsjeblieft. Met een alligator of met een beer worstelen? Wat is dat toch? Goh, geen een van de twee? Kan dat ook? Ja, voor deze is dat goed. Geen wimpers of geen wenkbrauwen hebben? Geen wimpers. want geen wenkbrauwen? Ah, de wenkbrauwen is wel belangrijk. Ja, dat valt wel echt op. Ja, dat valt wel op. Hè. Dat heb je wel nodig. Ja, ik ken je nu al wel. Zullen we nog eentje doen? Ja, dat is goed. Sporten of luilakken? Oh, doe sporten. Ah ja, dat zie je ook. Dank je. Make us cute.